You should move to LA with your best friend. Hi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag alweer maandag. En ik heb letterlijk de hele dag gewerkt. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om vandaag te gaan vloggen. Maar ik dacht misschien toch wel leuk. Ik ga nu naar Stay toe. Ze zit in Expeditie Robinson. En het is de eerste aflevering. Dus we gaan die met de meiden kijken. Heel gezellig. Bij Stay thuis. Ik heb een easy outfit aan. Ik heb een broek aan van de Zara. Dit tasje van Diesel. En mijn trui is van Saint Michel. Ik ga denk lekker gewoon pantoffels of uxen erbij doen. Ik ga nu de deur uit. En ik ga jullie gezellig meenemen. Ik neem Moni trouwens ook mee. Ik kan wel lekker spelen met Londen. Vind het zo leuk hoor. Anyways, ik ga de deur uit. Peace. Ik dacht ik ga nog eventjes snel lopen met Moni. En toen had hij gepoept. En dat zat vast in zijn vacht. Dus ik moest hem weer wassen. Ik moet nu een beetje opschieten voordat ik te laat kom. Stay sowieso zelf een beetje te laat. Dus wij zijn al eerder. Maar ik denk dat ik net op tijd ga komen. Dus ik ga hurryen. Alright, ik ben er bijna. Ik ga net op tijd zijn, denk ik. Ik wil het begin juist zien. Ik zeg jullie eerlijk, Expeditie Robinson is het enige programma wat ik af en toe kijk op tv. Ik kijk eigenlijk nooit tv, alleen Expeditie Robinson. Vorig seizoen had ik niet gekeken, maar dit seizoen ga ik wel degelijk kijken. Jawel, maar ik heb het vorige seizoen niet gezien en nu wel. Wil je even je outfit laten zien? LA sister. Very cute, matey. Ik niet zo. Nou, volgende keer. I didn't get mine. Alright, het is begonnen, guys. Spannend. Kijk, daar hoor. Matey. Het begint. Maar ze heeft watervrees, hè? Dat is echt knap dat ze dit doet. Ja. Stee is er bijna. We wachten hier allemaal op haar. Nou ja, wij drie wachten op haar. We zijn er. Moni, kom hier. Even een molle. Ik sta aan de linkerkant. Ik spring in het water. Ik ben zenuwachtig voor haar. We zijn lekker bij Stee. Stee, Stee, Stee. Oké, we zijn bij de eerste opdracht. Stee. Ik ben gewoon zenuwachtig voor jou, hè. Ik ga het zien. Oh mijn god. En ik ga duiken. Ga je duiken? Meisje. Ik wist nog niet eens dat ik kon duiken. Oh mijn god. Heb je dit ook gedaan? Oh, ik ben gewoon nervous. Tuurlijk mij. Ik heb alles gedaan. Ik heb die puzzel opgelost. Ik ga het doen. Je lijkt 14. Ja, je bent echt een babyface. Zo knap. Ja, echt knap. Echt mooi. Ja. Vind je echt het mooiste van echt. Oh, zo lief. Maar ook echt slim dat je vlechtjes hebt gedaan. Wat zeg je? Ja, ja. Dat je hoeft niet elke keer haar te doen en zo. Ah, die vlechten, ja, ja. Ja. Die schoenen geven ze allemaal mee. Die vlechten heb ik hier laten doen en ja. Echt chill. Heb je het halverwege gedaan? Ja. What the fuck are you doing? We zijn nu bij Stay haar team. Ik vind dat gewoon chillen. Ja? Ik zeg, we zijn nu bij Stay haar team. Oh, ik ben blurry, guys. Oh nee. Kijk die drie flessen. Verschil moeten wezen, hè? Ja. Na maar eten. Oké. Oké. Ik vind koken echt heerlijk om te doen als ik het gewoon rustig op mijn gemak kan doen. Maar nu voel ik echt die druk. Wat maak je nu? Gewoon koekjes. Wat voor koekjes? Wij hebben niet veel maas. Kiki is gekomen. Even mijn haar gezien. Maar we gaan nu weg. Amber Celine, well guys, it went wrong. Het is 2:30 en we gaan nu pas naar huis. We zijn wel echt goede supportings. Kijk, 2:30. We gaan nu lekker slapen. Hi girls, het is vandaag dinsdag. Ik heb me zojuist weer klaargemaakt. Ik heb weer een hele werkdag erop zitten. Ik ben gelijk, toen ik klaar was met werk, heb ik mij opgemaakt. En ik heb me klaargemaakt. Er is namelijk een event in Superclub. Superclub bestaat 30 jaar. En Loos en ik zijn uitgenodigd. En we gaan met Kiana, Stay, Gio, echt everyone. Heel gezellig. En het thema is wit. Maar ik haat een wit thema. Want ik heb niet echt veel witte items. Dus ik heb nu dit sample jurkje aan van LA Sisters. We hebben deze nooit geproduceerd. Maar hij is wel echt super mooi. Dus deze ga ik aandoen, gewoon met hakken. Ik hoop dat het niet gaat regenen.
In de avond stond er dat het ging regenen. Dus ik denk dat ik misschien een blazertje of zo mee ga nemen. Of een jasje, ik weet het niet. Dus ja, dat is de planning voor tonight. En het is volgens mij niet zo tot laat. En dat vind ik wel fijn, want dan kan ik gewoon morgen weer 9 uur beginnen. So yeah, I'm gonna take you guys along. Ik heb mijn haar toch in een knotje gedaan. En nog even oorbelletjes erbij gezet. Iedereen is er bijna. En dan gaan we richting Superclub. Het is zo grauw buiten. Nog geen regen. En ik kan geen jasje vinden wat hierbij staat. Dus ik denk dat ik letterlijk gewoon zo ga. Ja, let's hope guys. Look how cute we are all in white. Met allemaal knotjes. Well, we hebben allemaal dezelfde haarstijl. Not planned. Definitely not planned. We arrived in front of the door. Thank you. Oeh. Nu ga ik eruit glijden. Oeh. We arrived. Hi. Ik heb net gehoord, ik kom als één or laat binnen. I told you girls, fashion delayed. Maar, nee, ik was al echt, denk ik, een half uur van tevoren klaar. Ik maar, 5 minuten. Doesn't matter. Leuk wel hoor. Key, take one. I don't need one. Lois, wil je één? Zo. Ik wil meer als je neemt. Nee, ik wil niet. Oh. No one wants, sorry. Stay is in the building. Say hi. Kijk hoe leuk haar haar zo. Ja, is heel pretty. Ja, is mooi. Schattig. Hi guys, het is vandaag zondag en ik heb zo'n lazy Sunday gehad vandaag. Ik heb wel wasjes gedraaid, voor de rest lekker niks gedaan. Ik ga nu naar Paros van de Stad. Ik heb echt het gevoel dat deze vlog alleen maar feestjes zijn. Terwijl ik ga bijna nooit echt bij feestjes, maar elke keer als ik naar een feestje ga, denk ik ja, wel leuk om te vloggen. Anyways, dit is mijn outfit of today. De nieuwe crop topjes van LA Sisters, de ripped crop top. Ik zal deze link in de beschrijving. Heb ik deze jas aan van zo'n Instagram website, hoe heette die nou? Ik ga het voor jullie ergens erin zetten. En deze broek heb ik ook van zo'n website. Ik heb ook zo eentje al een keer eerder aangehad. Maar dit is met een andere print. En ik vind hem echt super leuk. Dit is zeg maar van Ed Hardy print. Ik zal jullie zo wel even beter laten zien. Ik ga met een hele leuk groepje met al mijn girls. Ik ga lekker met Lo, Sayanuka, Kiana, Monica. Wie komt er nog meer? Nou, echt een hele groep. Heel gezellig. Dus we gaan lekker met iedereen daarheen. Ik wacht nu op Lo en Key. En dan gaan we zo vertrekken. Dus ja, zin in. Ik ben trouwens eventjes aan het FaceTime met Nan. Say hi to the vloggy. Kijk, hier kun je de full fit zien. En ik heb ook deze zonnebril van Vintage, van Dior erbij gedaan. Kijk, en dan is dit de fit. Hoe leuk is deze broek? Zo schattig. En hier Ed Hardy. Vroeger was ik echt obsessed met Ed Hardy, guys. Helaas heb ik alles volgens mij gedoneerd. Dus ik heb er niks meer van. Maar nu zou het wel weer leuk zijn. Eigenlijk had ik het moeten bewaren. Maar anyways, the fit of today. En ik zei tegen Nancy. En als je ook wil komen, je bent welkom, hè. Maar Nancy heeft Lazy Sunday nu. Het is veel geloven, hè. Ja, Nancy had... Wat had je nou? Je had een walk. Ze heeft 4 uur lang gewandeld. Voor een goed doel. Dus is wel deze. Ja, dus je hebt, ik snap het wel. Je hebt even nu even relaxen. Kiki in the building. My bestie. Je bestie voor life.
Ja, ja. Bijfestival. Ja, we gaan naar Paras van de Stad, maar Kiana denkt we gaan naar een bijfestival. Nee, grapje. Ja, nou. Kiana taste. De kant. Ja. We zijn aan het lopen naar de ingang. Ik heb nog steeds mijn gember thee with me. Want ik heb een beetje keelpijn. Links. We're almost there. We zitten in de golfcar die best wel hard gaat. Wat leuk dit. Ja toch? I love it. Service hoor. I love a VIP experience. Who doesn't, honey? Onder de thee. Waarom schepperthee? Niemand vraagt ook wat het is aan mij, hè? Ik kom gewoon hier naar binnen. Mensen denken, ik drink Hennessy, not gemberthee. Was voor mij zo'n feest. Hey, zitten we dan? Laat me dat filmpje doen. Behind the scene over TikTok. Lekker wijfies. Flo, doe een beetje wassenwijn voor me dan. Oeh, ja. We gaan niet goed, we gaan niet goed. Hou je vast. You should move to LA with your best friend.